Hoi, ik ben Judy en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Met een Zachte G. Afgelopen zondag kwam Sinterklaas aan in de Piershaven en daarom hebben wij vandaag een hele speciale gast in de studio, namelijk Allespiet. Hier in de studio gaat hij vragen van een aantal kinderen beantwoorden, maar eerst ben ik aan de beurt. Ten eerste, welkom Allespiet. Ja, dankjewel. Hoe gaat het met u? Of ja, zeg maar je hoor. Mag zeg ik maar u zeggen? Ja, okay, ik ben Sinterklaas mooi. Niet natuurlijk. Mooi. Nee, ja, het gaat heel goed. Ik ben een beetje moe. Vannacht weer lang schoentjes moeten vullen natuurlijk, maar ja, ik ben er. Ik vind het hartstikke leuk om er te zijn vandaag. En jij heet Allespiet. En nu wil ik alle kijkers natuurlijk thuis weten, wat doet een Allespiet? Ja, je zou zeggen alles. Maar eigenlijk sta ik meer bekend als de bijna Allespiet. Omdat ik ook een paar dingen niet zo goed kan. Dus eigenlijk vooral rekenen vind ik heel moeilijk. Dus eigenlijk de Allespiet kan niet alles? Nee, ik ben de bijna Allespiet. Ja, wie weet, ja, je kan je hele leven nog leren natuurlijk. Dus ik hoop dat ik dat ooit nog ga leren van andere Pieten of van Sinterklaas zelf natuurlijk. Ja, en wat vind je nou het leukste om weer in Nederland te zijn? Natuurlijk de kinderen, dat vind ik heel leuk. Als we met de boot binnenkomen, dan denk ik, oh, ja, dan zie je ze weer en dan denk ik, zwaai. Ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Je zit in Spanje natuurlijk altijd super warm. Dat is hartstikke fijn, maar ik vind het toch hier altijd vooral leuk om weer met de kinderen te zijn. En dat ik ze dingen kan geven. Ja, leuk. En ik had ook nog een vraagje. Oh, dat mag. Want wat mij opvalt is, kijk, jullie komen natuurlijk uit Spanje, maar je praat zo goed Nederlands. Ja. Hoe leer je dat zo snel? Nou, dat komt dus eigenlijk gewoon omdat we met alle Pieten bij elkaar natuurlijk, en met Sinterklaas erbij, dat we met z'n allen het hele jaar door ook Nederlands met elkaar praten. En alleen als we eventjes in Spanje naar de bakker moeten of moeten boodschappen doen, dan wil het wel eens voorkomen dat je, dat je even Spaans moet praten. Maar kijk, omdat ik dus niet zo goed kan rekenen, als je tegen mij zegt, neem 3 broden mee, ja, dan kom ik wel eens met eentje terug. Met eentje terug, ja. Dat kan natuurlijk iedereen. Dat kan gebeuren, maar ja. En hoe was de komst hier in Nederland? Ja, superleuk. Vooral natuurlijk in Tilburg. Ik vond het hartstikke leuk. Het was een eigen liedje hadden ze ook gemaakt. Het zong iedereen helemaal mee. Dus dat vond ik natuurlijk heel leuk. En op het einde was een groot feest in de hal met de springkussen, popcorn, snoep, alles. Vond ik eigenlijk het leukste van het hele jaar, ja, tot nu toe. En verliep alles op rolletjes? Ja, over het algemeen wel. Het was wel een beetje regen, dat was wel jammer. Maar verder een beetje storm op zee natuurlijk ook. Maar ja, we waren wat gewend, dus die regen maakt ook niet meer uit. Ja, nee, dat is dan ook super. Echt heel erg bedankt dat je hier even mijn vragen wilt beantwoorden. Nou, geen probleem, hartstikke. En over de Piershaven gesproken. Ik ben afgelopen zondag ook naar de intocht geweest van Sinterklaas. En daar gaan we nu even naar kijken. Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje in de Piershaven weer aan. Het is vandaag 19 november en dat betekent dat Sinterklaas weer naar Tilburg komt. Ik sta hier met heel veel enthousiaste kinderen en natuurlijk papa's en mama's die heel graag de Pieten en Sinterklaas willen begroeten. En ik natuurlijk ook. Hey, slaap, geen deur open. Sinterklaas is aangekomen. Hey, slaap, geen deur open. Sinterklaas is aangekomen. Waar is Sinterklaas? Waar is Sinterklaas? Weet jij dat? Ja. Je komt zo hier naartoe, hè? Ja. En wat ga je dit jaar aan Sinterklaas vragen? Dat hij lief is. Dat hij lief is, maar de vraag is, ben jij lief geweest dit jaar? Ja. Ja? Heb jij je schoen al gezet? Ik heb nog geen schoenen. Heb je geen schoenen? Wat heb jij aan je voetjes dan? Laarzen. Oh, laarzen, ja hoor. I heard you were from Australia. Yep. Yeah. What's your name? Grace. Did you already heard about Sinterklaas? Yes, I am. I was very excited for today when he comes into Tilburg. Yeah, and what do you think of the Sinterklaas and the Zwarte Pieten? I think it's great. Like, I love the pepernoten, I love the tradition, I love, yeah, it's just so fun and it's nothing like what we have in Australia. Sinterklaas is aangekomen.
voor elke schoen is er het pakje van de Sint. En voor oma's en opa's is er het mandje dat altijd klaar ligt. Hij slaat geen deur over. Sinterklaas is aangekomen. Zojuist is Sinterklaas aangekomen in de Piershaven en ik hoop hem een vraagje te kunnen stellen. Wat is voor het programma met een zachte G? Oh, ik dacht Geldermalsen. We staan nu op het Pieter Vredeplein en dat is de tweede locatie waar Sinterklaas langs zou komen vandaag. En de kinderen mogen hier een vraag stellen, maar aangezien het mij nog steeds niet is gelukt om een vraag te stellen, hoop ik dat ik ook een kansje krijg. De gezang van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Welke vraag wil jij aan Sinterklaas stellen? Welke kleur onderbroek heeft u? Welke kleur onderbroek heeft u? Nou, ik heb nu een rode aan. Met een gele band. Carmen, wat had jij aan Sinterklaas willen vragen? Hoe vaak wast u uw haren? Ruiken wel lekker. Ze ruiken wel lekker. Hoe vaak wast u uw haren, Sinterklaas? Nou, het is momenteel heel erg druk natuurlijk met al die cadeautjes. En ik moet zeggen dat ik ze maar om de dag kan wassen nu. Wat wil jij heel graag van Sinterklaas hebben? Ja, chocola, een goede keuze. Lekker hoor. En hoge hoogte Piet duurt vanaf de toren, maar hij ziet niets wat een pech. Onze brood Piet speurt en kijkt naar wat op meegeholpen aan de organisatie van heel dit evenement? Ja, wij dragen als gemeente wel een klein centje bij om dit mogelijk te maken. Maar voor de rest is het helemaal in handen van het Sint-Nicolaas-comité. Het is de oudste in Nederland, dus dat is echt iets om trots op te zijn. Ja. En ze doen dat helemaal grotendeels zelf en dat is echt een groot compliment. Ze hebben een kleine organisatie, neem ik dan aan. Heeft dit allemaal georganiseerd? Ja, allemaal, met allemaal vrijwilligers. Ja, dat doen ze al jaren achtereen en het wordt ook steeds groter. Ja, want ik neem wel aan dat u super trots bent dat elke keer weer zo'n eigenlijk een groot succes is. Ja, en ik was vanmorgen in de Piershaven. Ja. Soms vol met kinderen. Ik heb mijn eigen kinderen ook meegenomen. Ah, nee. Dat was geweldig. Ik sta hier nu naast twee leuke pieten, de paarse Piet en een beetje de pechpiet hoor ik net. Wat is er gebeurd? Ja, ik ben vannacht, de eerste nacht in Nederland, toch echt op aan het dak gevallen. Meer pech kan je niet hebben denk ik hè? Nee, meer pech kan ik niet hebben. En nu? Gaat dat vannacht nog wel lukken? Ja, vannacht ga ik de cadeautjes gewoon aangeven aan de Piet op het dak en morgen ga ik gewoon zelf het dak op. Ik heb hier naast een stoere man. Mag ik vragen hoe jij heet? Guseno. We gaan dus een wedstrijdje doen wie het meeste pepernoot in zijn mond kan krijgen. Ja. Ik ben vol hoor. Ik denk dat deze man gewonnen heeft, maar ik mag niet met volle mond praten, maar jij wel. We zijn helaas alweer beland bij het laatste onderdeel van de intocht van Sinterklaas in Tilburg. Ik heb helaas Sinterklaas niet meer kunnen spreken, maar misschien dat de Piet in de studio mij hiermee kan helpen. Tot volgende week. Hij is dan de andere.
Het was weer echt een superleuke dag en ik ben zo blij dat Sinterklaas weer in het land is. Zoals je zag is het mij niet gelukt om een vraag aan Sinterklaas te stellen. Kun jij ervoor zorgen dat mijn vraag misschien bij Sinterklaas terechtkomt? Ik denk het wel. Als jij je vraag aan mij stelt of aan een briefje geeft of... Ja, ik heb hem niet op een briefje geschreven, maar ik weet het wel uit mijn hoofd gelukkig. Dan ga ik hem proberen te onthouden. Ja, nou, ik vraag mij dus al af, vanaf kind af aan al... Is Sinterklaas al Sinterklaas geboren met een lange baard? Of hoe word je Sinterklaas? Toch? Ja. Hoe word je Sinterklaas? Ja. Daar zal ik even over nadenken. En ik zal het zeker aan Sinterklaas stellen. En dan zorg ik dat het, als jij je schoen zet, het antwoord in je schoen zit. Oh, nou, dat vind ik echt superleuk. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Regelijk. Ja. Alles Piet, hè? Alles Piet. Precies. Bijna alles Piet. Ja. We hebben vandaag natuurlijk een speciale Sinterklaas aflevering. En ik heb hier 5 super Sinterklaas kinderen die vragen hebben voorbereid. Wil jij als eerste? Ja. Heb je verkering? Heb ik verkering? Stiekem wel. Stiekem wel, maar dat mogen... Ja. Maar dat mogen niet alle Pieten weten. Want het is nog maar net. We zijn nog maar net een beetje verliefd. Maar ik ben heel erg verliefd op een danspietje. En zij ook op mij. Dus we hebben het nu heel leuk. We eten samen veel pepernoten 's avonds. We gaan samen vaak samen hetzelfde dak op. En dan gaan we uit dezelfde zak gaan we dan... cadeautje in de schoorstenen leggen. Maar nog niet iedereen heeft het door, nog niet iedereen weet het, dus hou het nog even geheim. Maar jullie weten het nu dus als enige. Dus... Okay. Ja, dan mag je weer doorgeven. Wat heb je gedaan om Piet te worden? Wat heb ik gedaan om Piet te worden? Nou, ik heb natuurlijk vroeger heel erg mijn best gedaan voor mijn Pieterdiploma. Dus ik heb altijd geoefend, eerst met hoepels en met blokken en met zakjes om alles goed te kunnen vervoeren, te kunnen tillen en met klimmen, klauteren natuurlijk. En toen vroeg Sinterklaas mij op een dag of ik met hem mee wilde naar Nederland. En dat is toen gelukt. En sindsdien heb ik altijd extra mijn best gedaan om ook hier, toen ik het goed geoefend had in het echt, om dan het goede te doen. En tot nu toe is het ieder jaar best wel goed gegaan, dus mag ik nog steeds mee. Okay. Dus goed je best doen en altijd eerst een leuk diploma halen. Okay. Wat is je grootste blunder? Mijn grootste blunder? Ik denk dat was dat ik een keertje van het dak gevallen ben. Oei. Maar ik ben ook een keertje... heb ik de boot gemist. Ja, want dat... Ja, ik zei net al, ik kan niet zo heel goed rekenen. Dus je bleef ook... Dus wat was er nou gebeurd? Er stond, de boot vertrekt om 10:00 en toen stond ik daar om 12:00. Dus zonder iemand bij me. Uurtje. Ja, dom, hè? Ik ben 2 uur te laat gekomen. Nou, ik moest dus vervolgens naar Nederland komen. Ja, en dan is het niet eventjes dat je de volgende bus pakt. Maar heb je het nog gered of bleef je de hele tijd in Spanje? Ik heb het wel gered, maar ik moest liften. Dus ik ben met mijn tasje ben ik zo langs de weg gaan staan in Spanje. Toen ben ik helemaal van Spanje zo. Helemaal naar Nederland gekomen. Ook stukken gelopen, ja, zeker. Dat zou ik niet overleven, denk ik. Nee, denk je dat niet? Waarom niet? Alles Piet, hè? Nee, de bijna alles. Nee, dat zou wel moe worden. Ja, ik was ook heel moe. Maar ja, hè? Ik wilde heel graag naar Nederland komen, dus ik heb het dan toch maar gedaan. Ja. Zal ik hem weer doorgeven? Kijk, alsjeblieft. Hoe vaak hebben jij in de... hoe vaak hebben de Pieten en Sinterklaas in een film op Netflix of in de bioscoop gespeeld? Op Netflix? Zo'n goede vraag, zeg. Halleluja. Ik weet niet precies hoeveel. Ik weet wel dat er een paar films op Netflix staan. Je ziet mij af en toe ook ergens zo achterlangs lopen. En er staan op YouTube ook een paar videoclips waar je mij in ziet dansen. Moet je maar eens de Pieter Sinterklaas move en de Pieter vibe. Moet je maar eens opzoeken op YouTube. Daar zie je mij dan ergens. Zie je mij ook een dansje doen zo. Hey. Superleuk. Moet je maar eens een keer opzoeken. Dan kan je me als je goed oplet zien. Oké. Ja? Ja. Super. Hoe kom je door de schoorsteen? Door de schoorsteen? Nou, dat was natuurlijk vroeger, moest je heel vaak door de schoorsteen doen. Want er hadden heel veel mensen een schoorsteen natuurlijk op hun huid. Dat is nu de laatste jaren iets minder geworden. Dus wat we nu hebben is dat Sinterklaas heeft een sleutel. En die past in alle deuren. Dus dan komen we zo binnen. En stel dat je een sleutel gehad hebt waar die sleutel niet op past. Dan is het soms zo dat ouders ons een beetje helpen. En die leggen dan op een geheime plek een sleutel neer. En dan zeggen ze tegen ons, onder de bloembak, daar ligt hij. En dan kunnen wij zo de sleutel onder de bloembak vandaan pakken. En dan
kunnen we gewoon door de voordeur naar binnen. En hoeven we dus helemaal niet door de schoorsteen meer. Maar als je nou echt door een schoorsteen wil, dan moet je gewoon heel goed trainen dat je goed lenig bent en een beetje mager blijft. En dan kan je zo erdoor. En dikke pieten moeten altijd door een extra grote schoorsteen natuurlijk. Dat, ja. Dat snap je wel. Daar zijn ze ook voor gemaakt, die schoorsteen. Maar is dat niet een beetje inbreken? Is het niet een beetje inbreken als ik... Nou, maar ja, precies. We halen eigenlijk nooit iets weg. Tenzij je een wortel achterlaat voor ons. Ja. Of een papiertje met een vraag. Of een wat dan ook. Precies. Of suikerklontjes. Wij vinden soms ook gewoon dropjes of zo. Vinden we hartstikke lekker, want dat heb je in Spanje natuurlijk niet. Nee, kijk. Pieten zijn gewoon goed, hè? Nee. Ja. Ja. Ja, ze gaan niet stelen. Nee. Pieten zijn goed. Precies. Nee, tuurlijk niet. Maar jongens, ik wil jullie echt heel erg bedanken voor jullie vragen. Want ik vond het super goede vragen. Ik ook. Maar de piet zou natuurlijk geen piet zijn als er geen cadeautjes voor jullie mee hadden klopt. Genomen. Dat heb ik ook. En dat heb ik hier achter liggen. Oh, even een beetje. Een beetje grabbelen. Zo. Eens even kijken wat ik hier allemaal heb voor jullie, jongens. Ik heb namelijk een paar leuke cadeautjes mee. Och, och, och. Hier, ik zal eens even kijken wat ik hier heb voor Dax. Dat is voor jou. Kijk eens alsjeblieft, jongen. Mag ik me openmaken? Nou, als je heel even wacht op de rest. Dat is wel leuk, toch? Als we even wachten op elkaar, dat iedereen een cadeautje heeft. Doe je op pakjesavond ook altijd, toch? Dan wacht je eerst tot iedereen een beetje cadeautjes heeft. En dan... Nee. Oh, het is een hele grote zak die Sinterklaas me heeft meegegeven, jongens. Dus ik moet even grabbelen vandaag, merk ik. Oh, eens even kijken. Wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk even zien, hoor. Dat moet ik even goed voelen. Juliette, is dit? Alsjeblieft. En dan die is natuurlijk ook. Even kijken. Nou, dat wordt even grabbelen, jongens. Ja. Nou, dat was hem dan. De Sinterklaas special van Met een Zachte G. Volg ons via Facebook en Instagram om 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte te blijven. Wij stellen nog een vraag aan de Tilburgers. En tot volgende week. En je schoen zetten. Ja, doeg! Dat is een goede vraag. Ik was te laat bij de voetbal en toen heb ik gezegd dat het niet aan mij lag. Ik lieg er niet, dan mag je van mij geloven. Hou dan. Ja. Wauw. Moet ik wel even nadenken, hoor. Ja, als ik onvoldoende haal en dan zeggen, iedereen had een onvoldoende. Volgens mij dat ik een... Ik ben echt vergeten, man. Mijn laatste leugen. Laatste leugentje om best veel. De reden waarom ik niet opkwam dagen op het werk, die heb ik eigenlijk een beetje verdraaid als wat de eigenlijke werkelijke reden was. Het was eigenlijk meer om een dagje weg te gaan. En daar iets ergens van gemaakt als dat was. Ik kan er niet op komen. Ik lieg niet veel. Dat ik naar een vriendin toe ging terwijl het niet zo was. Ja, ik denk altijd als je eerlijk bent, dat is het belangrijkste, toch? Dus waarom zou ik moeten liegen, ja? Mijn laatste leugen. Mijn vriendin die vindt het niet zo leuk als ik drink, alcohol. Dus de laatste keer dat ik uit ben gegaan, toen ik thuis kwam, vroeg ze of ik veel heb gedronken. En ik zei, nou ja, valt wel mee. Maar dat was dus niet het geval. Dus dat was mijn laatste leugentje, denk ik.